de Muizenstraat in Bredevoort. Hier stond het ouderlijk huis van Hendrikje Stoffels, dienstmeisje en later geliefde van Rembrandt van Rijn. We ontmoeten Hendrikje Stoffels in 1647 en zij vertelt ons haar verhaal over haar leven met Rembrandt. Gisteren was ik dus in de taverne. En iedere keer gaan mijn gedachten dan toch uit ook naar dat nieuwe begin. Ergens heel ver weg hier vandaan. Ja, het is bijna een jaar geleden, denk ik, dat hier de bliksem is ingeslagen in de kruittoren van het kasteel. En alles verwoest. En mijn vader overleden. En nou wil mijn moeder dus weer hertrouwen met de buurman. En die heeft 3 kleine kinderen. Nou, ik zie het gewoon niet meer zitten. Amsterdam, dat lijkt me dus wel wat. Want wat ik daar voor verhalen over hoor, en dan heb ik daar zin in om met een hele nieuwe stad te beginnen. Ja, kom ik daar in Amsterdam bij de familie van Rijn, Rembrandt van Rijn. Toen ik daar binnenkwam, al die schilderijen prachtig, die geuren en kleuren. Ja, en op het moment dat hij me vroeg om te poseren, toen gebeurde er nog veel meer. We maken een sprong naar oktober 1654. Wat ben ik gelukkig nou, want onze Cornelia is geboren. Het was een moeilijke zwangerschap, want het kon natuurlijk niet, hè? Man en vrouw, ongetrouwd bij elkaar. Maar desondanks werd Cornelia in de oude kerk gedoopt en Rembrandt officieel als vader geregistreerd. Maar het geluk van Hendrikje en Rembrandt duurt niet lang. We schrijven het jaar 1656. De tijden zijn nu veranderd. Rembrandt raakt failliet. Alles wordt verkocht. Alles, zijn schilderijen, het huis. Alleen mijn meidenkast, die mag mee naar de Rozengracht. Daar moeten we opnieuw beginnen. Maar Hendrikje en Titus, Rembrandts zoon uit een eerder huwelijk, komen op een slim idee om de schuldeisers van zich af te houden. We schrijven het jaar 1660. Want we kwamen op een heel slim idee om een kunsthandel op te richten. En we hebben Rembrandt in dienst genomen als onze werknemer. Dus de schuldeisers konden niet meer bij hem aankloppen, want hij bezat niks meer. Als ik er niet was geweest, samen met Titus, dan had Rembrandt zich nooit in alle rust kunnen overgeven aan zijn grote liefde, dat schilderen. En dan waren we heel wat Rembrandts armer geweest. Tijdens een rondleiding door het historische Bredevoort vertelt Hendrikje u graag het hele verhaal. Meer cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Aalten vindt u op erfgoedaalten.nl.